Mats heeft me gevonden. Nu moet papa zich verstoppen. Oh, maar ik vind dat George nog een keer mag. Maar George is niet zo goed in verstoppen. Ik weet zeker dat het dit keer beter gaat. Doe je ogen dicht en begin met tellen. 1, 2, 3. Oh jee, Peppa zal George 4, makkelijk vinden. 5, 6. George, kom 7, eens hier. 7, 8, 9, 10. Wie niet weg is, is gezien. Ik kom. Oh, George zit niet onder de tafel. Maar George zit toch altijd onder de tafel? Heb je eraan gedacht om boven te kijken? Ik weet waar hij zit. George zit in de speelgoedmand. Oh. George zit niet in de speelgoedmand. Waar zou hij toch zijn? Peppa kan George nergens vinden. Papa, ik kan George niet vinden. Lieve help, waar zou die toch kunnen zijn? Eigenlijk denk ik dat er iets over George in de krant staat. George, gevonden! Oh, George, maar jij hebt je goed verstopt. George had zich de hele tijd verstopt achter papa's krant. Hallo. Dit is mijn kleine broertje, George. Hallo, George. Nee. Ik wou dat ik een broertje had zoals George. Echt waar? Hallo, ik ben Henky Hond. Is dat een dinosaurus? Het is maar een speelgoeddinosaurus. Dinosaurus. Te gek. Dinosaurus. Dinosaurus. Ah, dat is echt eng. Dat is te gek. George is mijn kleine broertje. Hij is echt te gek. Peppa is trots op haar broertje George. Misschien plaagt Peppa George een beetje te veel. Peppa, ben jij George aan het plagen? Niet echt, mama. Ik leer hem hoe je moet vangen. Echt? Let op, ik weet een spelletje hoe George kan leren vangen. Het spelletje heet Lummelen. Peppa, jij neemt de bal en gaat daar staan. En George, jij gaat daar staan. Mooi. Jullie moeten de bal naar elkaar toe gooien en ik moet proberen hem te pakken. Ik ben dan de lummel. Mama is lekker de lummel. Vang het, George! Oh, gemist. George heeft de bal gevangen. Hoera! Goed gedaan, George. Gooi nu de bal naar Peppa. Oeps, nog een keer. Oh, nog een keer. George kan de bal niet over mama Big heen gooien. Kom op, George. Geef de bal aan mij. Oh. Malle George. Dat kan ik ook, hoor. Oh. Peppa wil George nadoen, maar ze is te groot en nu zit ze vast. George, ik weet hoe je van de hik afkomt. Dan moet je doen wat ik zeg. Wrijf eerst over je hoofd en dan over je buik. Mooi, nu is je hik over.
Peppa's oplossing voor de hik heeft dus niet geholpen. George, je hebt het verkeerd gedaan. Ik weet nog een manier om eraf te komen. Eerst spring je 3 keer op en neer op 1 been. En nu zwaai je met je armen op en neer en steek je je tong uit. En nu doe je je ogen dicht en draai je 3 keer rond. Heel vlug. Peppa's nieuwe trucje werkte weer niet. George heeft nog steeds de hik. Mama, niemand weet wat er in mijn doos zit. Oh, wat heeft George daar? George heeft ook een geheime doos. Hij heeft er van alles in gedaan. Alleen George weet wat erin zit. Oh. Peppa wil weten wat er in de doos van George zit. Dat is George zijn dinosaurus natuurlijk. Nee. Het is niet de dinosaurus die in de doos zit. Het is veel te moeilijk. Ik raad het nooit. Peppa vindt geheimen niet meer zo leuk als eerst. Misschien als je George iets uit jouw doos laat zien, dat je ook iets uit zijn doos mag zien. Oké. Maar we moeten het wel tegelijk doen. Dat is een goed idee. Als ik tot 3 tel, laten jullie allebei zien wat erin zit. Klaar? Ja. 1, 2, 3. George heeft een trommel en Peppa heeft een trompet. Geweldig. Ja, dat klinkt erg mooi. Hebben jullie nog meer geheimen? George heeft een donut. Oh. Maar Peppa's doos is leeg. Ik heb niks meer. Gelukkig ik wel. Kom maar met me mee. George, Peppa, Mama Big en Papa Big vinden donuts allemaal lekker. George mag als eerste vliegeren. George rent zo snel als hij kan. Maar de vlieger gaat niet omhoog. George, je doet het helemaal fout. Je rende niet hard genoeg. Nu is mijn beurt. Peppa rent zo hard als ze kan. Maar de vlieger vliegt nog steeds niet. Hij vliegt niet als er geen wind staat. Ook al ren je nog zo hard. Oh. We moeten gewoon even wachten tot de wind weer opsteekt. Oh. Kijk, het gaat nu waaien. Nu er een windje staat, kan hij omhoog. Het waait nu behoorlijk. Het waait nu ontzettend. George! Wow. Peppa! Dank je, papa. Nu vliegt het papa weg. Hoera! Kijk, we hebben deze oude doos op zolder gevonden. Oh. En weten jullie wat erin zit? Nee. Het zit vol muziekinstrumenten. Wow. Ze zijn wel wat oud en stoffig. Dit is de viool waar ik op speelde toen ik klein was. Mama, kun jij erop spelen? Ik heb al zo lang niet meer gespeeld. Toe, mama, speel eens wat. Ik hoop dat ik het nog kan. Bravo! Mama, mag ik eens proberen? Zo hou je hem vast. Goed, mama. Oh. Oh jee, dat klinkt niet helemaal zoals het moet. George wil het proberen. Zo hou je hem vast, George. Oh!
houden. Dat klinkt ook niet helemaal goed. Vioolspelen is veel te moeilijk. Peppa, misschien is dit trommeltje wat voor je. Dank je, papa. Dat klinkt beter. Peppa slaat graag op de trommel. Ho, ho, prachtig. Ja, dat klinkt heel erg goed. Dit is papa's oude accordeon. Hierop speelde ik toen ik mama Big ontmoette. Oh, papa Big. Dat deuntje ken ik nog. George wil ook accordeon spelen. Weet je het zeker, George? Accordeon is heel moeilijk. George, de accordeon is bijna net zo moeilijk als mijn trommel. Oké, George. Oh. Misschien is George nog net iets te klein voor de accordeon. George, toen ik een klein biggetje was, vond ik het prachtig om een worm te zijn. Een worm zijn is heel makkelijk. Ik zal het voordoen. Eerst moet je lekker op de grond gaan liggen. Dan moet je gaan kronkelen. Ik ben een kronkelworm. George en opa Big vinden het heel leuk om een worm te spelen. Ik ben een vlindertje, ik ben een vlindertje. Kijk, kijk, ik ben een vlindertje. Ja, Peppa, je bent een prachtig vlindertje. Opa, George, wat doen jullie? Wij zijn kronkelwormen. Ik wil ook een kronkelwormpje zijn. Ik ben een kronkelworm. Ja! Ik ben een kronkelworm. Ik ben een kronkelworm. Ik ben een kronkelworm. Hoe gaat het nou? Ik hou van jou. Ik ben een kronkelworm. Ja, dat was leuk. Mama Big werkt op haar computer. Hallo Peppa. Hallo George. Neemt u me niet kwalijk. Peppa, ik zei alleen gedag. Ik ben niet Peppa Big. Ik ben Mama Big. Oh ja, natuurlijk. Hallo Mama Big. Hallo. En dit is Papa Big. George. Hé, hey, hallo Papa Big. Het spijt me. Ik heb nog een hoop werk te doen. Hallo. Ja? Doe dit, doe dat. Nee, dank u. Tot ziens. Peppa vindt het leuk om te doen alsof ze mama Big is. Maar George verveelt zich een beetje. Sorry, papa Big. Ik ben bijna klaar. Kijk, het is af. Kom op, papa Big. Je moet nu naar je werk. Tot ziens, papa en mama Big. Tot ziens. Papa Big is in de tuin aan het graven. Hallo Peppa. Hallo George. Ik ben Peppa niet. Ik ben mama Big. En dit hier is papa Big. Papa Big is hier om te werken. Wat aardig van u, papa Big. Maar voorzichtig, het is een heel erg diep gat. Je staat toch zeker niet te graven in je allermooiste pak, hè, papa Big? Het heeft de hele nacht geregend en nu is de tuin heel erg nat. Mama Big heeft haar laarzen aan, papa Big heeft zijn laarzen aan, George heeft zijn laarzen aan. Maar Peppa draagt nog steeds haar nieuwe schoenen. George speelt in het natte gras. Oh jee, Peppa wil graag in het natte gras spelen, maar dan worden haar nieuwe schoenen nat. Ik kan het natte gras niet op, George. Oh. George springt graag in modderpoelen.
Peppa zou dat ook best willen, maar ze wil niet dat haar nieuwe schoenen vies worden. Oh. Mama en papa springen graag in modderpoelen. Iedereen springt graag in modderpoelen. Waar gaat Peppa heen? Peppa doet haar laarsjes aan. Als je in modderpoelen springt, moet je altijd laars aan. Peppa en George zijn toch zo zoet? Ze vallen allebei gewoon in slaap als mama Big daarom vraagt. Het oppassen wordt een makkie. George? George, ben je wakker? Sst. Wat is dat voor geluid? Nou, misschien moeten we even boven kijken. Peppa, George, zijn jullie nog wakker? Ach, kijk nou zeg, als roosjes. Aha, die herrie kwam dus helemaal niet van Peppa en George. Ik hoor echt helemaal niets. Misschien zijn ze nu echt in slaap gevallen. Laten we televisie kijken. Oh jee, George heeft zijn spons in een modderpoel laten vallen. George, daar wordt de auto weer modderig van. Ik zorg dat die schoon wordt. Peppa, niet met het... vieze water. Oh jee, Peppa heeft het vieze water over de hele auto gegooid. Oh. Geen probleem. We gebruiken gewoon de tuinslang om hem schoon te spuiten. Ja, ja. Mag ik hem vasthouden? Peppa houdt de slang vast, terwijl papa Big de kraan opendraait. Waar is het water? Ah! Oh, Peppa, stop! Sorry, mama. Oh. Oh, papa Big, draai maar gauw die kraan dicht. Oh, geen paniek, jullie. Oh jee, iedereen is nat. Maar de auto is wel schoon. Wij ook allemaal. Oma Big heeft van de tomaten, sla en komkommer een salade gemaakt. Opa Big, de lunch is klaar. Roep jij ze? Eten! Oma Big heeft pizza gemaakt voor de lunch. Kijk, salade. Gemaakt van opa's tomaten, sla en komkommers. Eet smakelijk allemaal. George heeft zijn pizza op. Maar George houdt niet van de tomaten, sla en komkommer. O jee, George. Hou je niet van salade? Nee. George, neem nou eens een klein hapje van deze heerlijke tomaat. Lek! George, dit is komkommer, hoor. Het komt uit de moestuin van opa Big. Neem een blaadje sla dan, George. Het is heerlijk.
Oh, stil maar, George. Kijk eens wat ik doe. Nu is het een dinosaurus. Dinosaurus. George is dol op dinosaurussen. George eet de tomaten, sla en komkommer op. Dit is de dinosauruszaal. De dinosauruszaal? George, dit is de dinosauruszaal. Dinosaurus. Waar is de dinosaurus? Hier, ergens in de zaal. Maar ik zie hem niet. Hij is vast heel erg klein. Nee hoor, Peppa. Hij is juist heel erg groot. Wauw. Dit is het skelet van een echte dinosaurus. Dinosaurus. George droomt dat hij een grote dinosaurus is. Een dinosaurus! Help! Help! De dinosauruszaal is George's favoriete zaal. Kijk, dit is mijn splinternieuwe poppenkast. Mijn papa heeft die voor mij gemaakt. Wauw! Ik heb nu al 2 poppen gemaakt. Deze pop heet Chloe. Hallo, ik ben Chloe Big. En deze hier is mijn papa. Ome Big. Hallo Peppa, ik ben ome Big. Chloe, mogen wij ook poppen maken, George en ik? Ja. Chloe schildert de ogen van de pop. Mag ik de mond doen? Oké. Mijn naam is Peppa. George, hoe moet jouw pop er gaan uitzien? Dinosaurus. Dinosaurus? George zegt overal dinosaurus op alles hoor. Oké, een enge dinosauruspop dus. Chloe maakt voor George een dinosauruspop. Ik geef hem scherpe tanden. Kijk, een enge dinosaurus. Hebben jullie zin om te gaan pootje baden in zee? Ja, leuk papa. Kom, we doen je zwembandjes om. Klaar is Kees. Je ziet er stoer uit met je zwembandjes, George. Nu ik. Goed. Nu kunnen we in het water spelen. Is het water koud? Het is heerlijk warm. Rustig aan. Jij begon ermee, papa Big. Wow, genoeg gespetterd lijkt me. Wee! Papa, het is leuk om op het strand te zijn. Hier, George. Vul jij de theepot maar met water. Kinderen, kom nu naar beneden. Mama, we komen. George vult de theepot met water. George heeft een spin gevonden in de gootsteen. George wil vriendjes worden met de spin. Oh. George vindt de spin aardig. En de spin vindt George aardig. Peppa houdt van theekransjes. Waar zijn alle chocoladekoekjes, papa? Er waren gisteren nog heel veel. Oh, spijt me, mama. Ik heb ze allemaal opgegeten. Stoten, papa. George stopt de spin in bed. George, wat doe je nu weer? Je moet me helpen met het theekransje. Ha!
volgende op de lijst is uien. Uien! Nu weet ik het weer. En hier zijn ze. Heel goed. 1, 2, 3, 4. Uien! Heel erg goed. We hebben nu bijna alles gehad. Er staat nog één ding op het lijstje. Een plant? Stond dat op het lijstje? Oh nee, George. Het laatste ding op de lijst is fruit. Oh. Geen probleem, George. Kies jij maar welk fruit. Waar ligt het fruit? Daar naartoe! Er zijn appels en sinaasappels en bananen en een hele grote meloen. Wat voor fruit nemen we, George? Appels? Sinaasappels? Bananen? Een meloen! Dit is de kassa. Hier worden de boodschappen betaald. Tomaten. Spaghetti. Uien. Meloen. Chocoladetaart. Chocoladetaart? Chocoladetaart? Stond dat ook op het lijstje? Peppa, heb jij die taart in het wagentje gedaan? Nee, mama. George, heb jij de taart in het wagentje gedaan? Nee. Ik ook in ieder geval niet. Wie dan wel? Ik vond het een goed idee voor een toetje. Papa Big. Malle papa. Sorry, ik vond hem er zo lekker uitzien. Hij lijkt me inderdaad heerlijk. Oh, we doen gewoon alsof hij erop stond. Chocolataart! Hoera! De wind gaat nog harder blazen. Hou je muts goed vast. Oh nee, de wind heeft de muts van George weggeblazen. Rustig maar, George. Papa Big gaat je muts wel halen. Snel, papa! Kijk! Hij hangt daar in die boom. Dan klim ik erin en pak ik hem. Maar dit boompje kan jouw gewicht niet houden, papa Big. Oké, hoe krijgen we die muts dan terug? Simpel. Ik schud het boompje heen en weer. Ik denk dat ik wat harder moet schudden. Ik dacht dat zoiets alleen mij kon overkomen. Dit is niet grappig. Ik vind het wel grappig, mama. Inderdaad, wel een beetje grappig. Oh, George, waar is je hoed? Achoo. George heeft kou gevat. Achoo. Oh, arme kleine George, dat klinkt niet zo best. Wacht maar even, ik bel dokter Bruinbeer. U spreekt met dokter Bruinbeer? Juist, ja. Breng George maar naar bed. Ik kom er direct aan. Dank u, dokter Bruinbeer. Tot zo. Moet George nu naar het ziekenhuis toe en krijgt hij medicijn? Nee, George moet nu gewoon naar bed. Oh, dan is George dus eigenlijk niet helemaal ziek. Hatsjoe! Dat is smerig! Arme George, ik breng je meteen naar bed. George, nu moet je even braaf in bed blijven. Nee. George wil helemaal niet in bed blijven. Achoo. George, je moet echt in bed blijven tot je beter bent. Waarom? Omdat je warm moet blijven. Waarom? Omdat dokter Bruinbeer dat zegt. Hallo, waar is de patiënt? Mondje open, zeg maar. George is een beetje ongerust. Peppa, jij bent groot en stoer. Kun jij mij blij maken met een mooie... Natuurlijk! George heeft kou gevat. Moet George een medicijn? Nee, maar wel wat lekkere warme melk, zodat hij goed kan slapen vannacht. Dank u, dokter Bruinbeer. Graag gedaan, hoor. Tot ziens.